Het is weer eind november en dan kijken we altijd vooruit bij Stichting Wiel naar de activiteiten van de komende maand in december. Bij me zit Andrea Voorn en ja, jij hebt het eerste nieuwtje. Ja, dat klopt. Decembertijd is natuurlijk weer Sinterklaastijd. Dus wij hebben weer een mooie Pietergym op de planning staan. Pietergym, wie kunnen er allemaal aan meedoen? Nou, op 1 december hebben we Pietergym in het Harde. En dat is voor alle kinderen van de basisscholen van het Harde en Doornspijk. De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen deelnemen, en de groepen 3 en 4, dat zijn nog de jongste. Dus voor die doelgroep is het eigenlijk ook het leukste. Ja, en dit jaar hebben we ook uh, een speciaal iets, want de ouders, of opa's of oma's, mogen dit jaar ook meedoen in het Harde. Dus dat maakt het wel extra bijzonder en leuk. Je zegt het Harde, wat is de locatie? Het MFC Apelo, de gymzaal. De bekende gymzaal in uh, het Harde eigenlijk. Ja. En hoe laat begint het en hoe lang duurt het? We beginnen om 4 uur met de allerkleinste. Dus de groepen 1 en 2 zijn vanaf 4 uur welkom tot kwart voor 5. En dan hebben we even een kwartiertje pauze. En dan van 5 tot kwart voor 6 zijn de groepen 3 en 4 aan de beurt. En krijgen ze een diploma? Als ze heel goed hun best doen, uiteraard wel. Tuurlijk. Hoort erbij. En uh, zijn er nog kosten aan verbonden of is het geheel gratis? Nee, de kinderen kunnen heel gratis uh, meedoen. Uh, het is alleen voor ons wel handig als ze zich opgeven, want dan weten wij een beetje wat we kunnen verwachten. En dan weten wij ook natuurlijk hoeveel diploma's we nodig hebben. En waar kunnen ze zich opgeven? Dat kan via de website of ze kunnen even bellen naar Stichting Wiel. En wat is de telefoonnummer 0525 68 1212? 12 12. Kortom, als je een goede piet wil worden, ga naar het harde toe. En het wordt een hele mooie middag. Daar gaan we wel van uit, ja. Dat moet helemaal goed komen. Inmiddels is bij me komen staan Jeroen Vloedveld, de nieuwe directeur van Stichting Wiel. Jeroen, Kerst en Nieuw komt eraan. Is Stichting Wiel open tijdens deze dagen? Wij zijn natuurlijk altijd wel actief, maar we gaan in de laatste week tussen Kerst en Oud en Nieuw, uh, gaan we in ieder geval het kantoor sluiten. Dus we zijn wel bereikbaar. Uh, er zijn hier ook mensen aanwezig. Maar de meeste mensen die, die alle overuren hebben gedraaid en dat soort dingen, die kunnen dan in die tijd, als Nederland eigenlijk toch altijd uh, stil ligt, die kunnen dan ook gewoon thuis blijven bij het gezin. En daarvoor gewoon nog gewoon open. We zijn er altijd. Oké. Okay. Wil je het andere onderwerpen? Oké, dankjewel. Ik zag deze week keurig netjes in mijn mailbox een enquête verschijnen of ik die inbouw vullen voor Stichting Wiel. Wat is het doel van deze enquête en waarom is die zo belangrijk? Wiel bestaat al heel erg lang. En wij willen heel graag weten of we het goed doen. Maar wij willen nog veel liever weten hoe we het beter kunnen doen. Want daar zijn we natuurlijk voor. Wij zijn ervoor om ons werk zo goed mogelijk te doen voor de samenleving van Elburg. Dus we hebben zeven vragen aan iedereen gestuurd. Waarin we eigenlijk vragen: wat vinden jullie van ons? Wat vinden jullie hoe we het doen? En vertel ons hoe we het beter kunnen doen. Dat is eigenlijk gewoon de enige vraag die we gesteld hebben. Dat zijn zeven vragen. Um, maar het gaat er dus om dat wij willen weten van de mensen met wie we en voor wie we werken... hoe we het zo goed mogelijk kunnen doen. De wereld verandert, Wiel moet dus ook mee veranderen. Wij moeten mee veranderen met de vragen die de mensen hebben en de verwachtingen die de mensen hebben. Dan moet je eerst vragen stellen. Ik kreeg hem dus in de mailbox en zo zullen er veel mensen die bekend zijn bij Stichting Wiel hem in de mailbox hebben gehad. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet bekend zijn met Wiel en misschien toch hun mening willen geven. Hoe kunnen die die enquête invullen? De mensen kunnen... Um, als ze willen, ons altijd bellen of een, überhaupt een mail sturen. Maar we hebben de vraag ook uitgezet via Facebook, via Twitter, via Instagram. Hij is via allerlei kanten is die, is die uitgezet. Ze kunnen ook gewoon naar onze website gaan: www.wiel.nl. Daar staat de vragenlijst ook in. Kunnen ze invullen en dan is dat weer klaar. Gaat u, gaat u straks ook nog openbaar maken wat de gemeenschap van Wiel vindt en wat u in de toekomst moet gaan veranderen? Of misschien helemaal niets? <laughs> Bij een goed gesprek hoort dat je ook samen, samen wat vertelt en dat willen we gaan beginnen. Wij willen dat gesprek gaan beginnen. Dus het betekent ook dat, dat de uitkomsten van de vragen gaan we ook gewoon delen. En we gaan ook vertellen wat we ervan vinden. Dus het is niet alleen maar dat wij vragen beantwoord krijgen en dan gaan ze in de la, uh, maar zelfs als ze soms onwelgevallig zijn, wat ik niet verwacht, of wel welgevallig zijn, we, we gaan dat teruggeven. We gaan daarover in gesprek. We hebben daarom ook gevraagd. Als je wilt, mogen we dan met jou apart praten of met u apart praten als een, als een, als een volwassene volwassene is. Um, omdat we dat gesprek willen aangaan. Dus ja, we geven alles terug. Ik wens je heel veel succes ermee en laten we hopen dat het er goed uitkomt. Maar vooral dat u veel nieuwe ideeën krijgt voor de toekomst. Daar gaat het om. Precies daar gaat het om. Voor de nieuwe ideeën. Hartstikke fijn, dankjewel. Bij het bespreken van de nieuwe activiteiten is vrouwtje ook niet weg te denken. Frauke, je hebt eigenlijk niet iets van jezelf, maar je moet een puntje bespreken van Dirk Jan. Klopt. Um, ook dit jaar het is weer december straks. Um, um, nou ja, het is weer s'avonds vroeg donker. Um, ook dit jaar doen we weer een kerstbomenactie waarbij buurtbewoners, of inwoners van Elburg een kerstboom kunnen aanvragen bij Stichting Wiel. En niet alleen een kerstboom, want als er een borrel bij is, maar ja, wat te drinken en wat te eten, daar is ook een vergoeding voor. Klopt, klopt. Mensen kunnen zich aanmelden bij Stichting Wiel en uh, krijgen dan een bon om bij uh, Tuincentrum de Nieuwstad, die, uh, die uh, werkt ook heel erg mee uh, bij dit project, om daar een boom op te halen. Uh, maar er is dus ook budget om versnaperingen of kerstversieringen aan te schaffen. Klopt. Volgend weekend is kerst in de vesting. Uh, dan zijn er heel veel buurtverenigingen die met elkaar iets organiseren. Ik weet het van vroeger van Voorheen, van de Oosterwalstraat. Uh, deden wij ook altijd een beroep op uh, Stichting Wiel. En dan kregen we daar ook na afloop een vergoeding voor. Voor het versieren van de straat. Kunnen daar de buurten nu ook weer gebruik van maken? Um, ja, dat, dat denk ik wel. Um, um, het, um, er zit natuurlijk wel wat... Overheen dat je uh, het eerst moet aanvragen hier. Dus je moet wel even goedkeuring krijgen vanuit Stichting Wiel. Um, en dan krijgt, krijgt u een tegoedbon om uh, daarmee naar de nieuwe stad te gaan. Dus het is wel even dat, dat er een goedkeuring moet zijn. Je kan niet met allemaal wilde plannen zomaar iets doen. Um, maar um, ja, dan, uh, dan kan dat zeker ook rondom kerst in de vesting. Ja. Ja? Het bespaart de bewoners natuurlijk een hoop onkosten. Wij kwamen er altijd precies mee uit. En achteraf moesten we afrekenen. En dan hadden we bonnetjes voor het budget pas vooraf was afgesproken. Ja, ja, maar dat, dat, dat werkt op die manier heel mooi. En wat denk ik ook wel goed is om te benoemen, is dat het doel ervan ook wel is om in wijken en in buurten te zorgen dat buurtbewoners um, elkaar weer even opzoeken en elkaar zien. Kijk, in de zomer dan zie je elkaar meer buiten. Dan, dan ben je in de tuin aan het werk, dan loop je wat meer buiten. Um, en rondom de kerst en als het wat, wat uh, koud wordt, ja, dan, uh, dan zie je elkaar minder. En dan is zo'n kerstboom samen versieren, daar een, een gezellige borrel omheen organiseren. Misschien in de kerst in de vesting, dat soort sferen. Um, of rondom die tijd uh, is dat natuurlijk helemaal mooi. Maar ja, om, om elkaar te zien en als je elkaar ziet en spreekt, dan, um, nou ja, dan kun je elkaar misschien ook wat makkelijker om hulp vragen. En dat is dan wat weer in mijn straatje zit nou ja dat je dan uh, uh, eens een keer iets kan doen voor de buurman ook in de wintermaanden omkijken naar elkaar ja eigenlijk wel ja. Ja. Nou, mensen als jullie een kerstboom willen hebben neem contact op met Stichting Wielderik van Putten en die kan precies vertellen wat de regels zijn waar je aan moet voldoen en waar je de kerstboom kunt halen precies hij weet alles en uh, goed ik ben slechts de boodschapper van het, uh, dit kleine stukje ja uh, inmiddels is uh, Maria bij me komen zitten. Maria, we hebben vrijwilligers nodig voor de statushouders. En daar wil jij graag een oproep voor doen. Ja, dat klopt. Um, in 2017 is het verplicht voor statushouders om een participatieverklaring te ondertekenen. En dat houdt in met normen en waarden van uh, Nederland, zeg maar. En gemeente Elburg heeft ervoor gekozen om dat wat meer body te geven. Dus wij willen dat doen door middel van een kennismaking in Elburg. Dus we willen langs de. Haven en in de binnenstad gaan en uh, wat uitleggen over verschillende organisaties. En daar zoeken we nog wat vrijwilligers voor: mensen uit de buurt die het leuk vinden om met ongeveer een groep van twintig, uh, iets meer uh, mensen. Uh, van Syrische, uh, kom af onder andere, uh, om daarmee uh, op te trekken. Uh, en dat gaat dan over 6 december. En 13 december, maar 6 december in het bijzonder. Dat is dus volgende week dinsdagochtend. Van 9 uur is de inloop tot 12 uur. En dan gaan we de hele ochtend dus eigenlijk een, een Tour de Elburg doen met die mensen. En uh, nee, het zou leuk zijn als uh, enthousiaste buurtbewoners daar uh, zich toe uh, groepen voelen. En dan kunnen ze zich aanmelden. Is er een taalbarrière? Tuurlijk, ja. Soms is het uh, handen- en voetenwerk. Maar. Uh, 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 er is een tolk uh, en uh, sommigen kunnen ook wel Engels, uh, maar het is altijd een uh, bijzondere ontmoeting, dat klopt. Uh, dat is in kader voor 2017 en vooruitlopend op deze nieuwe wet. Kunnen we dit soort acties in 2017 vaker verwachten? Ja, dat ligt eraan. Het is een eerste keer. Dus uh, dan gaan we evalueren of, of het zinvol is geweest, of het aanslaat, of dat het anders zou moeten. Maar uh, we gaan het gewoon proberen. Maar ik denk wel dat het uh, goed is om, de, uh, om niet alleen een brief uh, het te houden bij een briefje, uh, het ondertekenen van een briefje, maar dat we het ook gewoon uh, een beleving meegeven, zeg maar. Uh, kunnen deze vluchtelingen ook in de toekomst gebruik maken van deze vrijwilligers als een soort backup of uh, vraagbaak? Dat uh, zou kunnen, maar uh, volgens mij moeten we dat gewoon uh, bekijken naar de, de ochtend. Het is vooral de opruk nu, is voor de 6 december, uh, dat mensen uh, nou ja, als een soort van maatje voor uh, de statushouders meegaan en uh, ze uh, rondleiden onder begeleiding van, uh, nou ja, van ons. Zeg maar. Op deze manier gaan we een warm welkom laten huilen in Elburg. Precies, ja. Dus mensen, kom allemaal naar het Huiken toe. 6 december meld je bij Maya en dan gaan we gezellig de stad in. En dan krijgen de vluchtelingen het gevoel dat ze welkom zijn in onze samenleving. Ja, en uh, misschien is het handig als mensen dan komen dat ze zich aanmelden. En dat kan dan uh, naar Stichting Wiel bellen: 0525681212. Of uh, even naar mij mailen: moria.kleinetwiel.nl.